Hallo dames en heren, vet dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Geniet er gewoon hartstikke lekker van en ik heb er gewoon wat van gemaakt en super leuk en kijk gewoon de vlog helemaal af. Okay, even kijken, ik weet niet waar het ligt, maar ik ga heel even snel kijken. Oh ja, hier ligt het. Ik deed eigenlijk altijd deze halen van die kleine pakjes, maar ik kan ook een keer deze halen ofzo. Ik doe wel framboos. Ja toch? Ik weet nog niet eens of ik in de supermarkt mag filmen, maar dat zien we dan wel, dat horen we dan wel. Maar ik heb deze dus gekocht, super lekker. Ik ga straks even lekker drinken. En ja, ik kan wel één ding verklappen, ik ga naar Hillegersberg toe. Dus dat wordt leuk. Maar nu even afrekenen snel. Dan ga ik dus naar Hillegersberg toe. Ik heb deze even gekocht, echt een aanrader trouwens. Ja. Jullie zouden denken, wat de fuck heeft hij voor een fiets? Wacht even. Kijk, weet je wat het is? Jullie moeten niet raar denken dat ik een fietsteler ben of zo. Je weet me nooit als jullie dat dachten. Maar dit is gewoon de fiets van mijn moeder. Maar mijn fiets is dus gestolen. Dus nu moet ik met deze fiets een soort van door het dorp heen en shit. Helemaal eng. Helemaal eng. Maar ja, dat gaat de pret niet verderven, weet je. Ik ga gewoon met deze fiets ga ik een beetje fietsen. Ik moet wel zeggen dat ik het best wel kut vind om met zo'n fiets te gaan. Maar ja, boeien, weet je. Dus even, ik ga straks weer een nieuwe kopen of zo. En dan zien we het wel, weet je. Maar ik ga even fietsen. Komt goed, jongens. Ik doe mijn oortjes alvast in. Doei, doei. Oké, jongens, we zijn er. We gaan kijken wie er voor de deur gaat staan. Bijtje. Ik ga even tussendoor kijken. Ik weet nog niet eens of die weet dat ik heb aangebeld. Ik ga nog één keer aanbellen, wacht. Nou moet hij wel open doen, man. Of hij is er niet. Dat kan ook. Dat zou echt kut zijn. Nou jongens, we zijn nog steeds aan het wachten. Maar ik weet niet waar die is. Maar kloppen. Je hebt ook lekker Jason Trail op, zie ik. Hi. Nieuw album, lekker man. Ik vind het heel raar dit weer, want eerst gaat het regenen en nu ja, fucking raar. Nou, Lucas is even sokken aan het aandoen en ik ga dan even hier chillen en even een beetje zitten en dan zien we wel wat we gaan doen. Dus dat wordt super leuk. Ik geloof dat Lucas' kamer het tweede is, zeg maar dat weet ik niet zeker. Want ik chill altijd met Lucas. En hoe noemen we dat? Ik weet eigenlijk niet waar zijn kamer is. Oh nee, die zit aan de andere kant. Ik ben eigenlijk bijna nooit naar zijn kamer geweest, man. Dat is ook wel een beetje apart, man. Maar, hoe heet dat? Ja, dat dus. Dus ik ga hier even relaxen, chillen, even wachten. En dan komt alles goed. Yes. Ik weet niet wat dat zijn. Ik denk dat dat pionnen zijn. En dan kan die zeg maar op het grasveld daar kan die gaan voetballen of zo, weet ik veel. Ja, zie je, dat zijn van die pionnen die je dan neerzet. En dan kan je lekker gaan voetballen. Dan kan je van die doels maken, weet je wel. Er staat ook ABN AMRO op. Geen idee. Dat is een bankding of zo. Kijk jongens, dit is ook fucking chill, jongen. Als je hier op gaat liggen. Ik ga het nu even proberen. Ik ga er even op liggen. Kijk, dit is zo. Dit, jongens, dit is zo fucking chill. Zo. Voor de rest weet ik het allemaal niet eigenlijk. Oh, die drink heb je ook. Ja, die had ik eerlijk, die had ik ook een keer ingeschonken voor jullie. Rivella, wacht even, laat eens. Kijk, Rivella, dat moet je echt kopen, want het is echt goeie. Ik dacht eerst dat dat alcohol was toen ik dat, die fles zag. Dus ik dacht, ja, dat was heel heftig. Maar jij had hem al eerder toen ik hem had, of niet? In ieder geval, dit is gewoon goud, dit. Oké, jongens, we hebben een idee. We gaan waterballonnen zoeken, als het er is überhaupt. En dan gaan we dus op het dak staan. En dan gaan we, als zij aanbellen, gaan we supersnel het dak op. En dan gooien we dat zo naar hun toe en op de scooter van Luco. Dus dat wordt superleuk, jongens. Ze blijven kijken. Fuck you low. Maar we gaan wel even kijken überhaupt of er waterballonnen zijn. Want als dat er niet is, moeten we even wat anders verzinnen. Maar wordt wel lauw, vinden of niet? Nee. Dat is echt kut. Ja, ik ga niet in jouw kastje zitten. Kanker. Heb je altijd waterballonnen geraakt? Weet ik niet. In deze zwarte kastjes misschien? Nee. Nou, wat nou als ik... Ja, je zat er even te kijken. Je dacht... Ja, heel misschien. Maar ik denk het niet. Ja, anders moeten we... Heb je nog verjaardagsballonnen? Die kunnen we ook vullen. Die zijn zo groot. Ja, dat is juist wat. Ja, oh. Misschien als je van het dak op. Ja, snap je. Gaan we verjaardagsballonnen? Wacht. Wow, mens. Kijk. We kunnen ook altijd een keer met de groep zwaard gaan vechten. Nee, maar wat is dit überhaupt, Lucas? Het is gewoon zwaard. Ja, het lijkt wel zo, maar ik denk dat het gewoon van die waterleidingen zijn of zo. Nee, het is iets voor een bioscoop. Het is voor zo'n bioscoop. Echt? Ja. Wow. Ik weet niet precies wat ze ermee doen, maar het is heel open in ieder geval. Wow.
Dus echt van vroeger nog. Dat is wel lauw, man. What the fuck. Ai. Nou, ik ga ze weer terugleggen. We hebben een mooie blauwe. Doe er nog eentje van mij dan. Dan kan jij een keer gooien en dan kan ik een keer gooien. En dat is leuk. Eerlijk, dat is wel grappig. Wat wil jij? Ik wil rood. Groen, geel, paars, oranje of blauw. Oké, ja, doe maar groen. Groen, jongens. Groen is de kleur van het gras. Ja. Blauw. Ik zet hem weer terug. Wacht even. Wat? Oké, jongens, we gaan de enge kelder in. Nee, garage. Oh, garage. Oké. Oh, ik dacht dat dat een traphuis was. Dit? Ja. Fucking dom. Nou ja, we gaan even naar buiten. En dan gaan we even naar de garage. Want we moeten eigenlijk waterballonnen hebben. Maar als we geen waterballonnen hebben, dan gaan we gewoon normale ballonnen doen. Dus ja, weet je. Ai. Wat? Oh. Doe het. Doe het. Oké, jongens, ik ga even kruipen. Oh nee, dit hoeft niet meer. Heb jij wat eten waterballon in de schuur dan? Nee, ik zoek gewoon waterballon. Hey, nee, dat zijn handschoenen. Ja. Wat nou als ze nu aankomen, dan is het hele plan verneukt gewoon. Ja, wel ja. Ja, maar ja. Dat wel, ja. Helemaal tof. Helemaal tof. Oké, jongens, we gaan even die ballonnen vullen. Kom maar mee, mensen. Lucas zei dat hij een speciaal kraantje ervoor had. Een buitenkraan. Yo, wat gebeurt daar? What the fuck? Ontploffing. Zo, jezus. Ging bijna allemaal fout. Prank ging fout. Hai. Je moet er wel vasthouden, denk ik, man. Anders gaat hij los. Wat gaan we doen? Gewoon wel groot. Er zit een gat in, Pik. Nee. Jawel. Komt omdat het ernaast. Oh, ja toch. Wel iets groter, hoor. Moet het wel groot aanpakken. Zo nat. Ja. Kan je ook weer niet maken. Oké, ja toch. We gaan dat gewoon doen, jongen. Is dat hem? Oei, joh. Ik dacht echt dat het hem was, hè. Ik dacht, wat een fuck. Ja toch? Maar deze moeten we even bewaren. Ik weet niet, waar gaan we deze neerleggen? Gewoon in je... Sushi. Gewoon in je hand houden, ja. Ja, ja toch. Haha, wordt fucking ziek. Kijk, we waren aan het nadenken wanneer we wisten waar ze naartoe kwamen. Lucas heeft gewoon een app en dan kan je een soort van zien waar ze zijn en zo. Dus dan kunnen we altijd gewoon checken. Ja toch? Dus we houden jullie op de hoogte. En we zijn tv aan het kijken. Ja. Oké, jongens, we zijn nu onderweg. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan nu naar boven. Nu gaan we naar het dak toe. Oké, hoe moet je daar opkomen überhaupt? Ja, deur. Oh. Je zit nu even met je. Oké. Dit zijn de enige en nu stoppen we. Ja, oké, okay, we komen. We komen eraan. Jongens, dit is toch geweldig. Jongens, ik wil even weten hoe leuk jullie dit vonden eigenlijk. Sorry man. Sorry man. Ik heb mis gewoon. Sorry. Ja, geen klein beetje mis, hè. Dat mis gewoon in de man. Dat was wel grappig. Had je het verwacht? Want wij zaten heel zachtjes. Maar werd ook als eerste geraakt. Terwijl je heel en jij dacht... Ik dacht dat het een sneeuwbal was. Ik dacht een sneeuwbal. Nou jongens, moet je even kijken wat voor coole helm deze is. En deze is ook wel cool, maar ik vind hem niet zo cool als de andere, weet je. Ik ga even wat laten zien, jongens. Wacht even. Hey, mensen, je doet me er zo op. Kijk, maar dan denk je van zo, dit is echt een saaie helm. Dan moet je goed kijken. Wat ik nu ga doen, ik weet niet waar. Nee, je weet toch niet hoe dat werkt, acties, joh. Ja. Eerlijk, en dan denk je nog, ja, dit is het. Maar je kan ook dit. En dan is het weer open. Dan kan je dat gewoon doen, weet je. Dat is fucking hard. Ik vind het echt fucking hard. Ik vind het fucking hard, jongen. Ja, Artje weet hoe deze hand werkt. Artje, doe open. Doe open.
Dat wil ik even laten zien, jongens. Fucking vet. Niet normaal. Dat moet ook gebeuren, hè, klassen, natuurlijk. Maar ja, ik denk dat ik straks even eten ga halen of zo. Ik weet niet of iemand meegaat überhaupt. Maar dat zien we dan wel, weet je. Ja, komt goed, weet je. Ik vlog in de wc en ik vind het best wel awkward eigenlijk. Dus ja. Later. Niks meer. Oké, lekker. Ben ik even naar de wc gegaan. Helemaal chill. Helemaal lekker. Oké, mensen, ik lig nu in bed en waait super hard. Het is gewoon niet normaal. Ik had mijn fiets gepakt vanmiddag toen ik naar Berkel ging. Daar werk ik ergens. En het was zeg maar zo dat ik wou gaan fietsen en het sloeg helemaal nergens op. Ik dacht, ik ga gelijk de bus pakken. Ben helemaal klaar mee. En ja, weet je, dus nee, ik hou niet zo van de wind eigenlijk. Maar het is wel chill als het koud weer is, dan is het wel lekker. Maar mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als jullie deze vlog nou tof vonden, doe dan even een duimpje omhoog natuurlijk. En abonneer op mijn kanaal als je dat al niet gedaan hebt. 30k abonnees. En ik wil echt even de 40k halen. Dus ik hoop dat jullie mij daarbij willen helpen. Zeg tegen al je vrienden dat ik besta. En dat zou super leuk zijn. Ik ga slapen. En ik wil dit vaker gaan doen. Ik ga morgen ook weer filmen. Overmorgen misschien ook wel weer. Gewoon een beetje meer dagelijkse vlogs misschien wel. Maar niet dagelijks uploaden, zeg maar. Maar dan iedere week een video van een dag, weet je wel. Dus jongens, hou me op de hoogte. Klik op dat belletje. En ik zie jullie weer later. Doei.